Bij een ongeval met twee huifkarren in Bergijk zijn dinsdagmiddag een dode en drie gewonden gevallen. De slachtoffers, leden van een oudere gezelschap, zaten voor een uitje in de huifkarren toen een van de paarden op hol sloeg. Beide karren botsten daardoor tegen elkaar. Het omgekomen slachtoffer kwam daarbij onder een van de huifkarren terecht en overleed ter plekke aan de opgelopen verwondingen. De gewonden zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De andere ouderen werden opgevangen door de politie. Waarom het paard op hol sloeg is niet duidelijk.